Wanneer je naar de wc gaat en doorspoelt, begint je drol aan een lange reis door het riool naar de rioolwaterzuivering. Maar wat gebeurt er onderweg allemaal? Nou, hier bij het persstation gebeurt een hele hoop. Al het rioolwater van 35 dorpen en steden uit West-Brabant komt hier binnen. Het riool zit diep onder de grond. Een grote vijzel brengt het afvalwater daaruit omhoog, naar het persstation. Daar wordt het rioolwater eerst gefilterd. Een grote hark, de roosterhark, haalt afval zoals vochtige doekjes, maandverband, wattenstaafjes en plastic uit het water. Soms komt de hark gekke dingen tegen, zoals hele kunstgebitten of dure trouwringen. De volgende halte is de zandvanger. Dat is een bak waar al het zand naar beneden zakt. Dat blijft achter om te hergebruiken en het water stroomt verder door de leidingen. Al die leidingen hebben grote afsluiters. Daarmee kunnen we sturen door welke leiding het water stroomt, doordat ze de leidingdelen af kunnen sluiten. Zo maken we een leiding leeg om veilig onderhoud uit te voeren. Binnen, in het persstation, komt je drol in 12 meter hoge trechters terecht. Kijk, daar heb je hem toevallig! Een pomp brengt het water omhoog en geeft je drol een duwtje om in de trechter te komen. Het rioolwater loopt via de trechters een leiding in, die naar de rioolwaterzuivering leidt. Het eindstation van je drol. De zuivering ligt net iets lager dan het persstation. Handig, want het water in jouw drol kunnen dus gewoon naar beneden stromen. Maar als het veel regent, moet het water sneller door de leidingen stromen. Met grote pompen geven we het water een extra zetje. In de rioolwaterzuivering wordt het water schoongemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Om je volgende drol door te spoelen bijvoorbeeld.